komt heel wat op de ondernemers af. Per 1 juli is het nieuwe ontslagrecht van toepassing. En in het nieuwe ontslagrecht is bedacht dat er een transitievergoeding, zeg maar, verplicht wordt gesteld als iemand uit dienst gaat. De transitievergoeding is een, ja, eigenlijk wel een probleem. Omdat bedrijven, zeg maar, bij het uitdienst treden van mensen, zeg maar, behoorlijke bedragen mee moeten geven. Een bedrijf bijvoorbeeld met 10 medewerkers in dienst. En als we dan even uitgaan van een gemiddeld bedrijf. Die zou per 1 juli, als hij alle 10 medewerkers zou gaan ontslaan. Hè, dat is dan de situatie. Ongeveer 80.000 euro kwijt zijn in 1 keer. Ja, dus dat is een beetje waar we het over hebben. En jaarlijks, hè, als je een jaartje verder bent, dan moet je rekenen dat daar ongeveer 8.000 euro bij komt. Stel je voor, we zouden een voorziening op de balans zetten voor 80.000 euro. Als die daar staat, nou, wat betekent dat dan voor die onderneming? Want die moet die 80.000 euro moet die ook als kosten nemen. Dus in de winst- en verliesrekening neem je 80.000 euro kosten mee. En dat betekent dat de winst, ja, met 80.000 euro naar beneden gaat. Nou, dit betekent voor de inkomstenbelasting druk dat als je, laten we zeggen, in de 52% schijf zou zitten, dat daar ruim 40.000 euro belasting terugkomt. Nou, als je daar vervolgens, dus het eerste jaar is een correctiejaar, 80.000 euro wordt gecorrigeerd, betekent direct, zeg maar, een belasting terug. Ik denk dat dat op zich wel prettig is, want die belastingdruk die zou eigenlijk dus hier gereserveerd moeten worden om in de toekomst een stukje van die voorziening te kunnen betalen. Vervolgens jaarlijks moet hier gedoteerd worden. Dus elk jaar moet een stukje voorziening verder opgebouwd worden, want ja, mensen zijn een jaartje langer in dienst. In deze situatie is het ongeveer 8.000 euro, dus dit zou 88.000 euro worden, jaar 2. En dat betekent voor jaar 2 dat je ook dat jaar weer 8.000 euro kosten, zeg maar, in je winst- en verliesrekeningen moet nemen. Dat is wat het betekent. Dus dat is nogal wat. En maar doe je dat niet, dan maak je eigenlijk nu oneigenlijk winst. Terwijl je op een later tijdstip, zeg maar, kosten moet maken. En dus wat mij betreft een voorziening op de balans ter grootte van de vergoeding die uitbetaald moet gaan worden op enig moment. Ja, en wat we dan ook uitleggen is van ja, wat zijn de risico's die het met zich meebrengt. Een voorziening op de balans neerzetten. Hoe kijkt de fiscus daarna? Nou ja, dat is, omdat het nieuwe wetgeving is, is dat natuurlijk nog niet uitgegeten. Als ik met klanten praat over het arbeidsklimaat of over arbeidsovereenkomsten, dan is het wel heel duidelijk. De meeste ondernemers die zeggen, wil ik geen mensen meer in dienst. En dat is gewoon duidelijk. En dat is natuurlijk niet waar we naartoe moeten. Ik zou het mooi vinden dat we toe kunnen naar een klimaat waarbij een ondernemer snel mensen in dienst kan nemen als het kan. Dat is goed voor de werkgelegenheid. Maar als het even slecht gaat, moet de ondernemer ook makkelijk van mensen af kunnen. En dat borgt continuïteit. En dat betekent dat hij daarna waarschijnlijk eerder mensen weer in dienst zal nemen.